Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it. Het is vandaag zaterdag, ik ben alleen. Want Niels is de hele dag bij Lamai, Tattoo Lamai. Want ja... Zegt het al zelf. Niels gaat verder aan zijn sleeve werken. Die heeft de ene kant al een hele sleeve en de andere kant half, zo van onder. En is nu aan zijn schouder bezig. Dus die gaat pas rond 8 uur of zo deze avond thuis zijn, denk ik. Ik ga zo vertrekken naar Effect in Zolder bij Claudio. Jullie kennen Claudio waarschijnlijk wel van mijn vlogs. Claudio is de vriend van Charlotte en de daddy to be, samen met Charlotte, verwachten die ook een kindje. Het kan voor elk moment zijn. We zijn in spanning aan het afwachten. Maar ik ga dus naar Claudio omdat ik super veel pijn heb aan mijn schouder. Echt enorm veel pijn al gehad. Vooral 's nachts. En gisteren ben ik naar de dokter geweest. En ik heb een ontsteking op de spier en een zenuw of zoiets die gekneld is. Dus dat ga ik vandaag laten behandelen bij Claudio. Hij is kinesist, dus die gaat dat voor mij verhelpen en de pijn verlichten. En dan, ik ga sowieso nog eens moeten gaan. Ik heb denk ik 9 beurten gekregen van de dokter. Maar 9 beurten is misschien wel veel. Maar alleszins... Ja, vandaag ga ik gaan. Ik hoop dat het niet te veel pijn gaat doen, want ik heb geen zin in. Maar ik vrees ervoor. Ik denk dat dat wel pijnlijk gaat zijn. Maar we zullen zien. Wat ik daarna ga doen vandaag, weet ik niet. Ik ben vrij, dus we will see. Beetje chillen. Even genieten van mijn me-time. Dat is ook eens fijn, vind ik. En dan... straks terug samen met Niels. Ik ben terug van bij Claudio. Ik was ondertussen ook nog even bij mama en papa geweest. Het is nu 2 uur. 2:50 al. Ik heb nog niks gegeten. Dus ik ben naar de McDonald's geweest. Ik heb Big Mac menu, frietjes, mayo en een cola zero. Dus ça va nog, hè? Normaal neem ik nog iets van chicken nuggets ofzo. Maar ik dacht, nee, ik ga niet te overdrijven doen. Oké, mijn McDonald's op. Ik heb zo'n Doppler. Dit. Voor de zwangere vrouwen of mensen die zwanger zijn geweest. Jullie kennen dat misschien. Daarmee kun je luisteren naar het hartje van de baby. En ik dacht, ik ga het eens proberen. Dus, hier is dan mijn belly. Ik ga eens zien of dat lukt. Ik weet niet als jullie het goed hoorden, maar ik hoorde het al sinds wel goed. Het is wel even zoeken, want ja, je weet zo niet waar de baby juist zit. Plus, ja, dat is ook natuurlijk nog klein en dan kan hij zich nog heel veel verplaatsen en snel van positie veranderen. Maar ik hoorde hem wel goed. Het is wel leuk om dat zo eens thuis ook te horen. Gek. Maar dat is wel eens leuk. Ik denk ook wel als om zo eens aan mijn ouders te laten horen. Of aan Niels zijn ouders of zo.
dat die dat ook eens kunnen horen. Want ja, die kunnen natuurlijk niet mee naar de echo's. En ik denk dat die dat ook wel eens leuk zouden vinden. Dus ik vind het wel leuk. Oké, ik ga nu Atypical verder kijken. Ik was al net aan het kijken. Dat is seizoen 4. Er zijn weer nieuwe afleveringen. En dan denk ik dat ik binnen 3 kwartiertjes ongeveer zo naar de winkel ga. Want ik wil spaghetti saus maken. En ik wil ook een beetje poetsen. Maar niet te veel, want met mijn schouder wil ik niks forceren dat ik niet weer extreem veel pijn heb. Dus we zullen zien. Maar alleszins, eerst even nog chillen. Ik onderbreek heel even deze vlog, omdat ik jullie graag een haul wil laten zien van Ideal of Sweden. Ze hebben een big summer sale, dus ze hebben 30% korting op de site. En ik heb ook nog eens een persoonlijke code, die is Thalisa15. Die kunnen jullie ook gebruiken en daarmee krijgen jullie dan ook nog eens 15% extra korting. Bovenop die 30%, dus zijn wel heel goede kortingen. Maar ik wil even laten zien wat dat ik heb gekocht, omdat ik weet dat jullie dat altijd super leuk vinden. En Ideal of Sweden is al ondertussen 3 of 4 jaar denk ik mijn favoriet. Voor telefoonhoesjes sowieso. En ook heel leuke accessoires die ze hebben. Kijk, ik ga beginnen met dit. Het zit rond mijn gsm. Heel mooi zomers. Een geel hoesje met rode en roze bloemetjes. Hierbij heb ik ook zo'n, magnetic ring mount. Heb ik er nog niet opgezet. Maar ik had gehoord dat dat iets super goed is. Ook voor je pink zo te beschermen. Dat je zo niet dat gleufje, allee, dat kotje krijgt, zoals ik ondertussen al heb, dat je die zo met de ring kunt vasthouden. Dus dat is het eerste, die heb ik direct rond mijn gsm gedaan. Dan heb ik nog 2 hoesjes. Een beige hoesje met zo slangenprint in het midden en wit van boven. Hier zit ook goud in, ook super mooi. En dit is ook echt eentje die ik super mooi vind. Eerder voor de herfst, zo als we iets verder zijn, dan ga ik die zeker gebruiken. En dan heb ik dit hoesje in het muntgroen. Is ongeveer hetzelfde. Komt een beetje overeen met het vorige. Maar dan heb je hier muntgroen, wit, ook slangenprint. Maar daar zit zilver in. En daarbij heb ik ook gekozen voor zo'n kaartenhouder. Dat heb ik nog nooit eerder geprobeerd. Dus ik ben heel benieuwd. En dit is eigenlijk gewoon heel makkelijk magnetisch hierop te zetten. Dus dat is echt gewoon magneet. Dus als je naar de winkel gaat of zo, je neemt je tas niet mee. Steek je hier je kaarten in. Pak je gewoon een gsm mee. En super handig kun je dan zo. Hangt ook echt goed vast. En dan kun je zo de winkel in. Dus super handig. Maar als je toch een tas wilt meenemen, ik heb ook nog een mooi tasje van Ideal of Sweden. Een beige tasje, zo'n beetje, hoe noemen ze dat tegenwoordig, zo latte kleur zo, melk, koffiekleur, beige. Heel mooi. Het gaat langs deze kant open en dan is dit de binnenkant, ook heel mooi afgewerkt. Een zakje hier voor alles in te steken. Hierin zit trouwens mijn hoesje voor earpods. Dat had ik ook besteld. Ik heb mijn earpods boven, dus ik heb ze er nog niet in. Maar dit is hoe het hoesje eruit ziet. En dan kun je rond je earpods doen. Ook weer hetzelfde als dit hoesje. Dezelfde tint. Dus dat is wel tof, vind ik, voor je earpods gewoon wat fashionable te maken en mooier. Dat zat dus in mijn tasje. En dit is het tasje. Ik zal het nog eens laten zien. Hier dan ook een strap om het langer en korter te maken. Kunt je crossbody doen of je kunt het ook gewoon rond je arm doen. Super mooi. En dan als laatste heb ik nog deze hele mooie babyroze fles. Dit is een samenwerking tussen Ideal of Sweden en Glacial. Glacial maakt zo van die thermossen. Hier blijft u hete drank blijft hier 24 uur goed in. Als je er iets koud in doet, dus je koude drank, blijft daar ook 24 uur koud in. Dus 24 uur warm, 24 uur koud. It's up to you. Als je koffie drinkt of je wilt in de zomer liever heel koel water, dan kun je daar zelfs ijsblokjes in doen, meenemen en dat blijft super cool. Dus deze vond ik ook super mooi en die heb ik ook in de sale gekocht.
Ik zal alles nog eens in de beschrijving zetten, sowieso. Voor als jullie dat willen terugvinden. Want ik weet dat er heel veel van jullie graag op Ideal of Sweden shoppen. En me heel vaak vragen of ik een kortingscode heb. Dus jawel, nu heb ik weer een kortingscode. Ik zal hem hier ook nog eens zetten. Thalisa15. 15% extra korting bovenop de summer sale van 30% korting. Dus ik zou zeggen, heel veel shopplezier en we gaan verder met de vlog. Ik ben naar de winkel geweest en ik heb heel veel voor spaghetti saus te maken. En volkoren pasta. Ik ga trouwens bolognese spaghetti saus maken. Dat heeft Niels het liefst. Met wortelen, tomaten, selder, ajuin, look. En dan dit allemaal. Ik volg trouwens het recept van Jeroen Meus. Ik weet dat velen gaan vragen, wat is het recept? Maar ik doe gewoon het recept van Jeroen Meus. Van dagelijkse kost. Dat vind ik altijd de beste recept. Ik zie er trouwens zo plekkerig uit. Dus mijn schmink is helemaal naar de baantjes, maar I don't care. Ik moet toch nergens meer naartoe vandaag. Dus maakt niet uit. Misschien alleen dat Laurens deze avond nog komt. Maar dat weet ik niet heel zeker. Oké, ik ga beginnen aan spaghetti saus. Hè. Dus als jullie het recept willen, dagelijkse kost, intikken bolognese saus. Of bolognese spaghetti. Of gewoon bolognese zelfs, denk ik dat het noemt. En dan vind je het. Amai, ik haat ajuin snijden. Ik moet nog meer dan de helft van mijn ajuin doen. Ik ben aan het janken. Oeh, ik heb thans zo'n vatje ernaast liggen en nat. Keukenrolletje. Oh, dat pikt altijd zo hard. Oké, de saus staat op. Zoals je kunt zien heb ik geen deksel. Maar hij is aan het pruttelen. Ik ga die nog een uur en een half laten. En ik ga even wat poetsen en opruimen. Ondertussen is mijn man thuis. Met zijn tattoo. Ja, je ziet het niet zo goed zo, maar... Het is nog pijnlijk, hè? Maar ik blink echt helemaal. Ik heb trouwens heel tijd gekuist in tussentijd. Ik ben namelijk onderweg naar Okkeland. Very nice! Ziet er wel super chic uit. Ja, dat is altijd. Uw t-shirt tan, ja. En ik ga mijn extensions eruit halen. Ik moet binnen 2 weken naar Hair Advice opnieuw. En normaal halen ze die er daaruit, maar doordat met de corona had ik dat product en dat tangetje toen toegestuurd gekregen. Allee! Dus ik dacht nu, ik ga ze er zelf uithalen, zo lang mijn schouderen toelaat. Anders moet Niels verder doen. En dan ben ik 2 weken extensionloos, maar dat is niet erg, dan kan mijn haar eens even wat ademen zonder extensions, weet ik veel. Dus ik ga ze eruit halen. Het is er allemaal uit. Dat zijn mijn extensions. Bye bye. Extensions. Tot binnen 2 weken. Dan krijg ik er een nieuwe. En dit is mijn haar nu. Dus as you can see, nog steeds gezond. Ik heb de indruk dat het wel wat gegroeid is ook. Deze keer weer. Maar ja, ik heb sowieso wel dik haar van mezelf. Dus nu 2 weken zo. En nu is het wel wat vettig van die
van een product om die extensions eruit te doen, maar zo ziet je het misschien wel beter. Dus, nu laat ik ze er 2 weken gewoon even uit en dan ga ik wel sowieso weer een nieuwe nemen, want ja, het is een dik ding hè, extensions hebben. Dus dat ga ik doen. En ik heb wel een blaar. Ik weet niet of je het ziet weer op mijn vinger. Maar oké. Ik ga de vlog hier ook afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zien we jullie. Snel weer.